de schokwerking van de ingevoerde Euro 6-norm is volgens ING de rust op de truckmarkt teruggekeerd en ligt er weer enige groei in het verschiet. Die positieve geluiden hebben ook de deelnemers en bezoekers aan Transport Compleet 2015 in Hardenberg bereikt. De eerste dag van de beurs verloopt tot nu toe heel erg positief. Ik zie heel veel blije gezichten, mensen die in gesprek zijn met elkaar. De aanlopen begonnen aan het begin van de middag al gelijk mooi op gang te komen. Er waren natuurlijk ook een paar congressen voorafgaand aan de beursvloer. Ik heb altijd begrepen dat er allemaal meer mensen waren geweest als vooraf was ingeschat. Dus wat dat betreft ook een erg positieve opkomst bij alle congressen die we hebben georganiseerd vanochtend. Zometeen enkele noviteiten op de beurs, maar eerst doet Rick Silderhuis een voorspelling van de bezoekersaantallen. Nou ja, als je kijkt naar de laatste jaren van deze vakbeurs, dan denk ik dat we toch wel een garantie voor 15.000 bezoekers hebben gehad. En ook voor dit jaar is dat natuurlijk weer een doelstelling. En hoe meer daar nog bij komt, hoe mooier het voor ons allemaal is, denk ik. De standhouders op Transport Compleet tonen veel nieuws. En daarvan laat Aftersales Truck-redacteur Tim de Jong er in dit beursverslag een aantal de revue passeren. Nou, een van de highlights is een multitemp koelmachine van de Duitse trailerbouwer Schmitz. Schmitz is de grootste trailerbouwer van Europa en die heeft iedereen een paar jaar geleden verrast met een in eigen beheer ontwikkelde koelmachine. Daarvan rijden er in Nederland een paar maar rond en dat komt doordat Schmitz het hele pakket wil verkopen. Dus niet alleen de koelmachine, ook de telematica, de trailer, de assen. Het hele verhaal, zodat als er iets misgaat in dat hele pakket, dat er ook maar één partij aansprakelijk kan worden gesteld. Die koelmachine was er een versie van met één mogelijkheid om één temperatuur in te stellen. De machine die hier nu geïntroduceerd wordt, dan kun je meerdere temperaturen handhaven in verschillende compartimenten in de trailer. En dat bewijst dat Schmitz toch wel hele serieuze plannen heeft met het aanbod koelmachines. Groen, groener, groenst. Het zwaar vervoer wordt steeds duurzamer. Dat is de EMOS elektrische truck. Dat is een bakwagen van 18 ton en op basis van een MAN chassis. En heel mooi te herkennen aan de MAN TGM cabine. EMOS uit Oosterhout is erin geslaagd hier een elektromotor in te bouwen. Die elektromotor en al zijn batterijen die wegen 2 ton. En daarvan moet je aftrekken 600 kilogram motorblok en versnellingsbak. En dan hou je 11 ton bruto laadvermogen over. En bruto wil zeggen dat bij dat laadvermogen zit niet alleen de lading, maar ook het gewicht van de bak. Want we zijn nog in het zodanig stadium dat dat nog niet helemaal precies vast ligt. Maar ga ervan uit dat je een tonnetje of 10 mee kunt nemen elektrisch de stad in. Hij gaat rijden voor Lidl. Het is absoluut een primeur. Dat je met een bakwagen-aanhangwagencombi elektrisch in Amsterdam kan gaan bevoorraden.